crisisoverleg in het torentje vanavond. Een belangrijk zorgplan sneuvelde eerder vandaag in de Eerste Kamer. En bij de tegenstemmers 3 PvdA-senatoren. En nu heeft VVD-minister Schippers een groot probleem. Verder in het nieuws vandaag. Minister Kamp schroeft de gaswinning in Groningen iets terug. En Taliban vermoorden meer dan 100 kinderen bij aanval op school. Goedenavond. Grote spanning in politiek Den Haag en crisisoverleg op het torentje van premier Rutte. De coalitie moet alle zeilen bijzetten om ongeschonden het kerstreces te halen. Allemaal veroorzaakt in de Eerste Kamer. Daar stemden 3 PvdA-senatoren tegen een belangrijk voorstel van VVD-minister Schippers over de vrije artsenkeuze die beperkt zou worden. En daarmee is het voorstel verworpen, terwijl er harde politieke afspraken waren gemaakt. Voor minister Schippers is het een teleurstelling. Ja, een hele grote teleurstelling, want het was een afspraak niet alleen van mij met het veld, maar ook van mij met de coalitie en de 3 steunende partijen. De minister dacht dat ze goede afspraken had gemaakt. In het zorgakkoord hebben 3 oppositiepartijen beloofd dat ze haar wet zouden steunen. En die zou €1 miljard opleveren. Maar vanmiddag ging het mis. Het wetsvoorstel is verworpen. Niet de oppositiepartijen, maar 3 senatoren van coalitiepartij PvdA steken een spaak tussen het wiel. Nou, het was een vreselijk moeilijke afweging. We hebben in de fractie van de Partij van de Arbeid hebben we wel in 3 rondes over dit wetsvoorstel gesproken. Ik heb uiteindelijk de afweging gemaakt dat ik vind dat de positie van de ziektekostenverzekeraars niet een extra versterking nodig heeft. Uiteindelijk moet je natuurlijk toch het gevoel hebben dat het besluit wat je neemt, dat het verantwoord is. En daar was ik niet van overtuigd. Is er veel druk op u uitgeoefend? Wat dacht u? Bent u kwaad op uw collega coalitiepartner? Nou, weet je, dat zijn allemaal zinloze emoties. Waar het nu om gaat is, wat staat ons nu te doen? Ja, u moet 1 miljard gaan zoeken. Wat staat ons nu te doen? In allerlei opzichten is dat een vraag. En als u het goed vindt, ga ik die eerst even rustig met mijn collega's bespreken. De minister vertrekt naar het torentje voor overleg met de premier en de fractievoorzitters. Want zo'n conflict, dat beperkt zich niet tot de Eerste Kamer, dat moet in de top worden opgelost. Het is duidelijk dat er een probleem ligt. En we gaan kijken of het opgelost kan worden. Vandaag ook. Wat vindt u van de woorden? De Eerste Kamer maakt altijd haar eigen afweging. En we gaan dan kijken hoe je een probleem oplost. Zo zijn we aan deze coalitie. Niet geagiteerd. Nee. Ja, we gaan naar Ron Vrezen in Den Haag. Ja, Ron, hoe hoog loopt deze affaire politiek op? Daar kan je nu eigenlijk nog niet heel veel van zeggen. Het is onvoorspelbaar. Er is in ieder geval wel een crisisachtig sfeertje op dit moment in Den Haag. Voor de camera houdt minister Schippers zich in. Dat zag je. Maar ga er maar vanuit dat ze woedend is dat een heel belangrijk zorgplan vandaag van haar gesneuveld is in de Eerste Kamer. En de VVD is hier nu met de top bijeen, hier op het torentje bij premier Rutte, met de fractievoorzitter Zijlstra en met Schippers zelf. En zij eisen dat er vanavond nog zicht komt op een oplossing, want de VVD houdt vast aan het voorstel dat die vrije artsenkeus beperkt moet worden. Ja, Schippers is boos. Richt haar woede zich dan vooral op de PvdA? Ja, natuurlijk. Het gaat hier uiteindelijk om vertrouwen in elkaar. Je sluit akkoorden, je maakt afspraken. Schippers heeft afspraken gemaakt met de Partij van de Arbeid, met 3 oppositiepartijen, ook met zorgverzekeraars. En dan ga je ervan uit, zegt zij steeds, dat die afspraken ook worden nagekomen. En wat gebeurt er dan? Dan zijn er 3 dissidenten in de Eerste Kamer, die zijn trouwens niet gebonden aan die akkoorden, die zeggen dan, we vinden het toch geen goed idee. Dit geeft alleen maar onzekerheid voor patiënten. En we vinden het gewoon slecht als die vrije artsenkeuze beperkt wordt. Is een streep door de rekening van een heel belangrijk plan voor Schippers, want zij had het nodig om de kosten in de gezondheidszorg te beperken, premies laag te houden, het basispakket in stand te houden, zodat daar niet extra op bezuinigd moet worden. Kortom, een heel belangrijk voorstel wat nu op losse schroeven staat. En ook de oppositiepartijen die het kabinet in deze gesteund hebben, dus D66, ChristenUnie en de SGP, vinden, ook al zeggen ze het voor de camera voorzichtig, dit allemaal niet best. Ja, het is natuurlijk wel een probleem als een belangrijk wetsvoorstel het niet haalt in de Eerste Kamer, waar allerlei dingen in geregeld worden. Ik heb alle vertrouwen in minister Schippers, die ik ken als iemand die zelfs vanuit zo'n ongewachte situatie gewoon snel de duidelijkheid voor mensen weet te bieden, want daar gaat het om. Dit is iets wat binnen de Partij van de Arbeid is gebeurd.
Ik zei u al dat aan het eind van het debat vorige week niets erop wees dat de Partij van de Arbeid vandaag dit stemgedrag zou vertonen. Ja, Ron, al met al ook nog eens een financieel probleem van 1 miljard. Hoe wordt dat dan opgelost? Nou, dat is een van de zaken waar ze het natuurlijk over hebben. Het is niet zo dat dat gelijk 1 miljard zou opleveren. En ook niet gelijk dat 1 miljard op tafel moest liggen. Dat is pas over 1 jaar het geval. Dus daar hebben ze nog wel de tijd voor. Maar dit gaat, ik zei het al, om een heel essentieel voorstel van minister Schippers. Wat vandaag hier gesneuveld is. Althans, voor zover het nu uitziet. Het is niet de eerste keer. Vorige week moest ze ook al een heel belangrijk voorstel om ziekenhuizen winst te laten maken. Voorlopig even in de ijskast zetten. Dus het is de tweede keer dat een VVD. Minister met een belangrijk zorgplan bakcel haalt in de Eerste Kamer. Terwijl de Partij van de Arbeid, staatssecretaris Van Rijn, al die voorstellen er redelijk geruisloos doorheen krijgt in de Eerste Kamer. Ook daar zit vrevel. Het gaat over vertrouwen, onderling vertrouwen. En er wordt gezocht naar een oplossing. De politieke wil om eruit te komen, die is er. En iedereen hier die ertoe doet, en dat zijn de politiek leiders, ook van de 3 oppositiepartijen die meewerken, die houden zich hier de hele avond beschikbaar. Als er overleg nodig mocht zijn. Oké, Ron Frees, dankjewel. Ja, meer nieuws uit Den Haag. Het kabinet gaat de gaswinning in Groningen verder terugschroeven. Dat heeft minister Kamp zojuist bekendgemaakt. De minister hoopt dat minder gas leidt tot minder aardbevingen. Het probleem in Groningen is zeker niet opgelost. Het probleem in Groningen is ernstig. De mensen worden daarmee geconfronteerd, zijn daar terecht zeer ongerust over. Daar moet veel gebeuren, daar gebeurt dus ook veel. En is dit dan een stap in de goede richting? En dit zijn substantiële stappen als je vermindert, zoals wij nu in 2 jaar tijd aan het verminderen zijn. De ongerustheid over de aardbevingen in Groningen is groot. In het zwaarst getroffen gebied rond Loppersum ging de gaskraan daarom al bijna helemaal dicht. Het aantal bevingen en de kracht ervan die zijn dit jaar daarom afgenomen. Maar boven Hoge Zand Sappemeer, daar zijn juist meer bevingen. En dat is een rechtstreeks gevolg van het opvoeren van de gasproductie in het zuiden van de provincie. Die wordt daarom nu weer teruggeschroefd. Met 24%. De totale gasproductie daalt volgend jaar met meer dan 7%. En dat heeft forse financiële gevolgen. In Groningen weten ze wel wie de rekening van de gaswinning betaalt. De schade is groot. Het aantal bevingen nam jaarlijks toe, net als de gaswinning. Begin dit jaar draaide het kabinet de gaswinning voor het eerst terug. Onvoldoende, meenden veel Groningers. Zo bleek bij de bekendmaking in Groningen. In september werd ook de stad Groningen door een beving getroffen. En dat is de directe aanleiding voor dit nieuwe gasbesluit. Het was wel de eerste beving die echt in de stad Groningen werd gevoeld. En dat is voldoende reden om het apart te laten bekijken. Toch is het terugschroeven van de productie in het zuiden van Groningen niet gericht op het verminderen van de bevingen in de stad Groningen. Ik heb niet het advies gekregen om met betrekking tot winning in de directe omgeving van de stad Groningen om daar wijzigingen door te voeren. De gaskraan kan niet zomaar dicht. Vrijwel alle Nederlandse huishoudens stoken op het Groninger gas. De opbrengst voor de staatskas is er jaarlijks rond de 10 miljard euro. Door het besluit van begin dit jaar loopt de staat op termijn al jaarlijks 1 miljard mis. Deze nieuwe verlaging van de productie kost het komend jaar nog eens 700 miljoen. Kamp kan geen garanties geven of het effect heeft. Wel verwacht hij veel van het verstevigen van huizen. Als je dat gericht doet, als je ook zorgt dat er capaciteit is om in veel grotere aantallen dan tot nu toe huizen te versterken, ja, dan heb je echt concrete verbeteringen. Dit jaar zijn ruim 350 woningen verstevigd. Volgend jaar moeten ruim 3000 huizen de aardbevingen kunnen weerstaan. Ja, verslaggever Tanja Brown is in Groningen. Tanja, hoe zijn de reacties daar? Ja, het waren de aardbevingen afgelopen najaar, hè, die zelfs in de stad Groningen te voelen waren. Boeken vielen uit de kast, de schade aan huizen was behoorlijk groot. En dat leverde angst op voor de veiligheid hier in de stad. Nou, dat was ook inderdaad reden, je hoorde het al, dat de minister er nog eens goed naar heeft laten kijken. En hij zei het al, ja, uit het advies dat er nu ligt, daar staat niets in over het terugdringen van de gaswinning in de putten dichtbij de stad. Dus daar doet hij nu niks aan. Alleen maar die gaskraan een beetje dichtdraaien in de put bij Hoge Zand Sappemeer. Nou, actiegroepen en bewonersverenigingen hier voelen zich niet serieus genomen door de minister. En ze hadden echt op veel meer gehoopt. Ja, teleurstellend. Puur teleurstellend. Het is cosmetisch wat hij doet. Hij pakt het probleem niet echt aan. Begrijpt hij wel wat hier aan de hand is? Waar had u op gehoopt? Nou, wij hadden gehoopt op een echte grote stap. Weet je, en een plan van aanpak.
waarin blijkt van, hey, hij denkt verder dan alleen dit jaar en geeft de burgers het idee, er wordt naar hen geluisterd en wordt met hen rekening gehouden. Het is spelen met ons gevoel van veiligheid en het is niet het gevoel, het is de feitelijke onveiligheid en die blijft. Ja, Tonja, de reactie van een deel van de bewoners. Hoe reageert de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM, die het gas naar boven haalt? Ja, die hebben gesproken, maar zij hebben zelf nog niets van de minister gehoord. Dus ze kunnen ook nog geen reactie geven op dit nieuwe gasplan. Dankjewel. Tonja Braun vanuit Groningen. Ja, we kijken helaas nog maar zelden op van geweld in Pakistan. Maar de bloedige aanslag van vandaag schokt de hele wereld. De Taliban sloegen toe op een school die wordt beheerd door het Pakistanse leger. Meer dan 140 mensen kwamen om het leven, bijna allemaal kinderen. De school staat in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan, niet ver van de grens met Afghanistan. In die grensregio heeft de Pakistanse regering weinig macht. Veel Taliban-strijders houden zich daar schuil. Vanmorgen rond 9 uur onze tijd. Militairen spoeden zich naar een school in Peshawar. Er is een melding dat terroristen het gebouw zijn binnengedrongen. Van de ooggetuigen horen ze dat 5 of 6 gewapende mannen hier over een muur zijn geklommen. Eerst wordt nog gedacht dat het om een gijzelingsactie gaat. Maar al gauw wordt duidelijk dat het Taliban-strijders zijn die maar één doel hebben. Zoveel mogelijk slachtoffers maken. Angstige ouders haasten zich naar het schoolgebouw, niet wetend of hun kind nog leeft. De militairen verzekeren dat ze er alles aan doen om de kinderen te redden. Maar de berichten worden steeds onheilspellender. 4 doden, 12, 20, meer dan 80. Duidelijk wordt dat zich binnen iets gruwelijks heeft afgespeeld. In de ziekenhuizen proberen artsen het leven van scholieren en studenten te redden. Soms lukt het. Maar voor zeker 140 mensen is geen hulp meer mogelijk. Het merendeel van hen, kinderen. Ja, contact nu met correspondent Yuri Boom. Yuri, jij kent Peshawar, een stad die door het Pakistanse leger zwaar wordt beveiligd. Dit is dan ook nog eens een school van het leger. Hoe kan het dan dat de Taliban daar toch binnenkomen? Ja, de Taliban zijn echt ontzettend sluw. Ze hebben al een keertje het meest zwaar bewaakte gebouw van Pakistan aangevallen. Het legerhoofdkwartier in Rawalpindi. En nu dan dus Peshawar, zeer zwaar bewaakte stad. Ik ben er geweest, overal lopen militairen rond, zwaar bewapend, met helmen op. En alle gebouwen worden heel zwaar bewaakt, ook deze school. Kijk, Peshawar is de toegangspoort naar de Taliban-gebieden, vandaar al die bewaking. Nou, de Taliban, sluw als ze zijn, hebben zich vermomd en hebben militaire kleding aangetrokken. Zijn over een muurtje geklommen aan de achterkant van de school. En ja, er is natuurlijk nog een reden, hè, naast die sluwheid, dat hen dit gelukt is. Dat is dat niemand verwacht had dat ze dit zouden doen. Dat ze zich op deze manier op onschuldige kinderen zouden storten. Ja, precies, een aanval met echt als doelwit om kinderen te treffen. Waarom doen de Taliban dat? Hoor je mij, Yuri? Ik heb geen geluid. Hoor jij mij nu misschien, Yuri? Een aanval om kinderen te raken, waarom doen de Taliban dat? Hallo, ik heb geen geluid. Ik denk dat we het even hierbij laten voor dit moment. Yuri Boom hoort mij niet meer. Dus we gaan door met een ander onderwerp. Naar het geweld van gisteren dan. Het gijzelingsdrama in Australië. Inwoners van Sydney hebben een bloemenzee neergelegd bij de plek waar 2 gijzelaars werden doodgeschoten. En langzaam wordt duidelijk wat er gebeurde tijdens de ontknoping gisteren in het Lind Café. En er zijn ook andere ongemakkelijke vragen. In het zakencentrum van Sydney is het een ochtend als alle anderen, lijkt het. Totdat de eerste bloemen worden gelegd. Sydney begint aan de verwerking van het gijzeldrama. I think everyone's just in shock and just trying to come to grips with it and
try to understand, but it's just too difficult to understand. Terwijl de Bloemenzee gestaag groeit, worden in de kathedraal de twee slachtoffers herdacht. Een advocaat en de barman van het café. Reports have emerged this morning of the heroism of the male victim of this siege. Apparently, seeing an opportunity, Tory grabbed the gun. Tragically, it went off, killing him. But it triggered the response of the police and eventual freedom for most of the hostages. De advocaat die overleed, een moeder met drie kinderen, zou voor een zwangere vriendin zijn gesprongen. De Australische premier Abbott toont zijn respect bij het spontane gedenkteken in het centrum van de stad, maar heeft ook een vraag over de dader. Die was namelijk bekend bij de politie. How can someone like that be entirely at large in the community? En die vraag houdt wel meer mensen bezig. Maar in hartje Sydney gaat het op dit moment vooral over de verwerking en de saamhorigheid. Die vragen, die komen later. Willem Holleder zit nog zeker 2 weken vast. De rechtercommissaris vindt dat er voldoende bewijs is om hem vast te houden. Holleder wordt ervan verdacht dat hij opdracht heeft gegeven voor liquidaties van vastgoedhandelaar Kees Houtman in 2005 en kroegbaas Thomas van der Bijl in 2006. Afgelopen weekend werd Holleder opgepakt. Defensie gaat weer NH90 helikopters afnemen. Eerder werd de levering van een aantal toestellen uitgesteld omdat ze allerlei mankementen hadden. Roest bijvoorbeeld. Volgens minister Hennis zijn inmiddels goede afspraken gemaakt met de fabrikant om de problemen te verhelpen. Defensie heeft in totaal 20 NH90's besteld en er zijn er tot nu toe 13 geleverd. Dichter Anneke Brassinga krijgt de PC-hoofdprijs. De jury looft haar om het gebruik van woorden die bijna zijn vergeten of die in onbruik zijn geraakt. Brassinga kreeg voor haar hele oeuvre in 2008 al de Constantijn Huygensprijs. Uitreiking van de PC-hoofdprijs is in mei. Brassinga krijgt 60.000 euro. Een uitgebreid interview met Anneke Brassinga is online te zien op NPO Cultura. Er is voorlopig geen houden aan voor de centrale bank in Moskou. De Russische munt, de roebel, is deze week in een vrije val terechtgekomen. De waarde ten opzichte van de dollar is meer dan gehalveerd. Oorzaken? De sancties die het Westen instelde vanwege de strijd in Oekraïne en de lage olieprijs. Ook vandaag verloor de munt weer veel terrein, terwijl de rente juist was opgeschroefd naar een astronomische 17%. Deze zomer blaakt Rusland van het zelfvertrouwen. Maar dan volgt de ramp met vlucht MH17. De vingers wijzen al snel naar Moskou. Er volgt een Europese handelsboycott en de Russen merken het. Dan begint deze herfst ook de olieprijs te dalen. 1 vat Brentolie kost vandaag voor het eerst in 5 jaar minder dan $60. Een ramp voor Rusland dat afhankelijk is van olieinkomsten. Door al die slechte signalen trekken steeds meer investeerders zich terug uit Rusland. Er is minder vraag naar de roebel en dus daalt de waarde van de munt. En deze week gaat dat plots heel hard. In allerijl besluit de Russische Centrale Bank afgelopen nacht om de rente drastisch te verhogen. Dan loont het weer om te sparen of te beleggen in roebels. Maar in plaats van meer vraag naar roebels en dus een waardestijging, gebeurt het tegenovergestelde en zakt de roebel nog verder weg. Цены у нас растут быстрее, чем, так сказать, повышается пенсия. Плохо, плохо. Нам плохо. Ja, contact nu met onze correspondent David-Jan Godfoy in Moskou. David-Jan, wat merkt de gemiddelde Rus, als die al bestaat, nou van de val van de roebel? Die merkt er heel veel van. Bijvoorbeeld dat alles wat geïmporteerd wordt en betaald moet worden in euro's of in dollars, een stuk duurder wordt, tientallen procenten. Dat betekent dus dat voor bijvoorbeeld je iPhone of je IKEA-meubeltjes tientallen procenten meer betaald moeten worden, terwijl de lonen, de inkomsten, de pensioenen niet meestijgen met die prijsstijgingen. Er komt nog iets bij. Rusland heeft een paar maanden geleden een boycott ingesteld tegen voedsel uit Europa. Dat betekent dat er meer vraag is naar Russisch voedsel en daardoor stijgt de prijs ook. En door die renteverhoging van vandaag loont het niet alleen beter om te sparen, het wordt ook duurder om te lenen. En dat betekent dus bijvoorbeeld
bijvoorbeeld dat je de aanschaf van je auto moet uitstellen. Of de hypotheek op je huis. Dat geldt voor individuen, voor huishoudens. Maar dat geldt natuurlijk ook voor bedrijven. Dus alles bij elkaar is de huidige situatie voor de Russische economie, zowel voor het bedrijfsleven als voor burgers, redelijk rampzalig. En maakt de sterke man van Rusland, president Poetin, zich zorgen over deze ontwikkelingen? Ja, hij maakt zich daar wel zorgen over. Hij heeft het vorige week ook luid en duidelijk laten weten in een toespraak tot beide kamers van het Russische parlement. Heeft hij een hele serie maatregelen voor aangekondigd die het aantrekkelijker moeten maken om te investeren, om de economie weer op gang te krijgen. Maar de Russen zelf geven Poetin toch niet daar de schuld van. Het is in eerste instantie zijn het de Amerikanen en de Saoedi-Arabiërs die verantwoordelijk zijn voor de lage olieprijs. Het is Europa en de Verenigde Staten dat verantwoordelijk is voor de sancties en de problemen daarvan. Nou, dan kan het best zijn dat er hier en daar een speculant, een Russische speculant, schuld draagt en misschien wel de regering van Rusland. Maar het punt in Rusland is dat het altijd de dienaren van het tsaar zijn en niet het tsaar zelf, Poetin, die de schuld krijgen van dit soort problemen. Dank u wel, David-Jan Godfroy vanuit Moskou. Steeds vaker komen Nederlandse toeristen na een vakantie in het Caribisch gebied terug met een virus onder de leden. Het gevaarlijke chikungunya-virus wordt overgedragen door een mug. Hier op Curaçao kent iedereen wel iemand die besmet is met het chikungunya-virus. Bij veel huisartsen op het eiland zitten de wachtkamers vol. Waar vrijwel elke chikungunya-patiënt over klaagt, is echt de heftige pijn in de knieën en in de enkels, waardoor ze niet kunnen lopen de eerste dagen. En dat kan soms ook echt weken tot maanden aanhouden. Ook Nederlandse vakantiegangers lopen risico. De personen die het op de Caribische eilanden hebben opgelopen of Suriname, dat zijn er in totaal zo'n 60 geweest. Dus dat is natuurlijk toch nog een relatief kleine groep. Maar ja, je kan er toch lang gefrisklachten van hebben en dat is natuurlijk toch vervelend. Het advies voor wie de Cariben bezoekt: gebruik antimuggenspray en bedek armen en benen om muggen beter te voorkomen. Steeds meer meisjes kiezen voor techniek. Ze gaan achter de werkbank of aan de tekentafel. Op de HAVO nam het aantal meisjes met een technisch profiel fors toe sinds 2007. En op het VWO verdubbelde het zelfs, van 20% naar 38%. Meisjes kiezen ook steeds vaker een technische vervolgopleiding, maar altijd nog minder vaak dan jongens. Ze vertellen bij Fietschip in Haarlem graag alles over hun vak, maar nooit wie de klanten zijn. De jachten die ze ontwerpen zijn van de buitencategorie. Helikopterdek, fitnessruimte en op zijn minst een zwembad. Vaak is de opdracht zo exclusief dat zelfs de tekeningen geheim zijn. Erover praten mag wel. Dit is het tankplan van deze boot. Hier geven we op aan, dit is de onderste laag in het schip, dus echt in de bodem. Zoveel mogelijk vrouwen bij het bedrijf binnen te halen, probeert zij. En te behouden, want daar gaat het bij technische ondernemingen wel eens mis. Je moet het prettig maken. Het moet geen machocultuur zijn waar je ze instalt, want dan haken ze denk ik af. Bij techniek denken vrouwen vooral hieraan, zeggen ze bij de werkgeversorganisatie FME. Dat is het al lang niet meer. Het is tegenwoordig ook vaak dit. We moeten heel goed laten zien wat de industrie te bieden heeft. Dus bied stageplaatsen aan. Ik vind het ook belangrijk dat we hebben een tekort aan techniekdocenten, maar zeker aan vrouwelijke techniekdocenten. Ik denk dat het belangrijk is dat er meer mensen vanuit het bedrijfsleven ook voor de klas staan, ook daar rolmodel zijn. Je kunt in een beta-vak je creativiteit kwijt, vindt zij. Je bent eigenlijk heel innovatief bezig. Je de nieuwste dingen aan het ontwikkelen en dat vind ik erg interessant. Liggen banen elders niet voor het oprapen? In de techniek zijn altijd vacatures. We hebben een enorm tekort aan vakkrachten en het is dus eigenlijk alle hens aan dek. En juist die vrouwelijke talenten zijn zo hard nodig. Het zou toch jammer zijn, zegt ze, als techniek blijft wat het nu nog steeds is. Vooral vaak een mannenzaak. Ja, we gaan door naar het weer, Peter, met een prachtige regenboog. Ja, dat klopt. Hier in het noorden van Groningen was dat vandaag. Dit was al een mooie regenboog, maar ik heb nog iets veel mooiers gekregen. Echt iets heel fascinerends. Een foto van een zogenaamde overtallige regenboog. En dan moet u letten op deze streepjes hier aan de binnenkant van het violet. Het is misschien niet heel goed te zien. Maar wat we daar zien, dat is een zogenaamd interferentiepatroon. Sommige lichtstralen die doven elkaar uit en andere lichtstralen die versterken elkaar juist. En daardoor krijg je een aantal gekleurde bandjes aan de binnenkant van het violet. Nou, dat zie je niet zo heel vaak, maar vandaag was het bijvoorbeeld in Leiden heel goed te zien.
Nou, dat komt omdat we buiig weer hadden vandaag. Dus buien afgewisseld met opklaringen. Dat zien we ook op de satellietfoto. Wat er achteraan komt, dat ligt op dit moment boven Groot-Brittannië. Dat is een heel groot pak met bewolking en dat is wat het weer bij ons morgen gaat bepalen. We kunnen even op de computer kijken hoe dat gaat. De bewolking neemt toe vanuit het westen en vannacht en morgen gaat het bij ons regenen. Nou, dat begint vanavond, of aan het begin van de nacht begint dat al. In het oosten, daar zijn op dit moment nog wat opklaringen. Daar daalt de temperatuur ook richting het vriespunt. En omdat de wegen glad zijn van de regen van vanmiddag, zou het plaatselijk op binnenwegen en ook op bruggen en viaducten wel eens glad kunnen worden. Dus past u daarop. In de loop van de nacht verdwijnt dat weer, want dan begint de temperatuur daar weer op te lopen. Nou, in het westen van het land een graad of 4, 5, daar begint het in de nacht te regenen. En morgen dan breidt die regen zich naar het oosten toe uit. Nou, samen met die regen krijgen we ook te maken met wat zachtere lucht. Uit het zuidwesten wordt die aangevoerd. En daardoor stijgt de temperatuur eigenlijk alsmaar door. Naar zo'n 8 tot 10 graden overdag. Maar in de nacht naar overmorgen, dan wordt het nog warmer. De nacht met een temperatuur van zo'n 9 of 10 graden. En donderdag overdag, dan komen we uit op een temperatuur van zo'n 13 of misschien zelfs 14 graden. Nou, echt zacht weer wordt het daarmee niet. Of echt mooi weer wordt het daarmee niet. Maar dat blijft echt wisselvallig. Later in de week dan neemt de temperatuur ook weer wat af. Dit was het NOS Journaal van 8 uur met als belangrijkste nieuws. Spoedoverleg in het torentje vanavond. Een belangrijk zorgplan is gesneuveld in de Eerste Kamer. 3 PvdA-senatoren stemden tegen. En nu heeft VVD-minister Schippers een groot probleem. Dat was het voor nu. Straks in Nieuwsuur. Henk Kamp licht zijn gaswinningsbesluit toe. En natuurlijk het laatste nieuws uit de Eerste Kamer. Om 10 uur is dat op NPO 2. Fijne avond.